Un jour, je suis sortie pour chercher du bois de chauffage. Op een dag ging ik op pad om brandhout te zoeken om te kunnen verkopen. In het bos kwam ik gewapende mannen tegen. Zij misbruikten mij. Mijn man kon het niet verdragen en stuurde me weg. Ik moest noodgedwongen bij mijn bejaarde moeder gaan wonen. Daar ontdekte ik na 2 maanden dat ik zwanger was. Dit is het verhaal van Helene uit Oost-Congo, waar miljoenen lijden onder extreem geweld. Via de kerk ontving Helene traumahulp en een startkapitaal om een eigen bedrijf te starten. Als ambassadeur van Tearfund deel ik haar verhaal omdat haar daadkracht me raakt en inspireert om uitdagingen aan te gaan. Helene's verhaal herinnert mij eraan dat zelfs in de moeilijkste omstandigheden hoop en veerkracht kunnen ontstaan. Steun jij deze kerst de Vredestichters van Congo?